Lord will send somebody to bless you. Als de Heer iemand zal sturen om u te zegenen. If the Lord will send me to bless you. Als de Heer mij stuurt om u te zegenen. Listen to this. Luistert u. That blessing. Die zegen. Must draw you closer to the Lord. Moet je dichter bij de God brengen. Meaning. Dat betekent. Meaning. Dat betekent. That blessing. Die zegen. When the Lord speaks it into your life. Wanneer het brengt in je leven. It must draw you closer to holiness. Moet het dichter in heiligheid brengen bij God. Meaning. Dat betekent. Meaning. Dat betekent. That if there is any blessing. De enige zegen. That comes to the church. Die komt tot de kerk. That will drift the church away from holiness. Dat die kerk wegbrengt van heiligheid. Away from the Lord. Weg van God. Like you see in Suriname. Zoals Suriname ziet. Then that blessing. Die zegen. Has not come from the Lord. Is niet gekomen van de Heer. Is niet van de Heer. Amen. Yes. Ja. Ja, amen. Het moet hier gezegd worden. Yes. I have come to say it. Amen. Ben gekomen te zeggen. Ah. Ja. Be careful. Omdat. Because even the devil. Ook de duivel. Can give you things. Kan je dingen geven. Be careful. Let u goed op. If there is going to be a blessing from God. Als er een zegen van God komt. If you look at the Bible. Als je kijkt naar de Bijbel. Every time the Lord sent his servants. Elke keer als de Heer zijn boodschappen stuurde. To speak to Israel. Om te spreken tot Israël. That message. Die boodschap. Was meant to draw them closer to God. Was bedoeld om die mensen dichter bij God te brengen.